Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe video of eigenlijk vlog. Ik ging op citytrip naar Venetië en het allerbeste nieuws is, dit is een samenwerking met Milieucentraal en jij kan dit ook winnen! Dus, kijk eerst even de video en klik dan op de link in mijn videobeschrijving. Wat een goede dag om naar de zon te gaan! We zijn op Centraal. Jullie denken misschien natuurlijk inmiddels, gaat die meid nou in haar eentje naar Italië? Nee. Ik heb geweldig reisgezelschap en dat is... Daar gaan we! Wat? Wat zie je onze bedjes al? Ja! Yay! Echt cute! Potverdikkie! Daar gaan we! Welcome to our crib! Ah, het is zo leuk! Het is echt heel cute. Feestje in coupé 2! Oké, we moeten even organiseren. Ik ben aan het filmen. Wat gaan we doen? Oh kijk, hier kunnen we ook natuurlijk nog allemaal zo dingen zo. Kijk, dat ruimt al lekker op. Dan is de garderobe hier. Kijk, ruikt het lekker op. Ja. Nou, dan hebben we... De sofa. Dus, ja, de sofa inderdaad. Daar horen de snacks natuurlijk niet op. Hij beweegt al! Oh my god. Bye Amsterdam. Die ging beweegt. Zo. Oh ja, ik film dus jij doet alles. Oh, wat is handig. Wow. Ja. Voordat je er niet uitvalt. Ja, jij. Ja. Zullen we deze tent even opwimpen? Nou, wat een idee. Even kijken of ik wat in mijn koffertje heb. Kijk. Nou, dat had ik nog niet aanzien komen. Maar kijk, dan hebben we wat extra zuurstof. Oh, ik voel het meteen. Ja, toch? Hup, hup, hup. Barbert. Holy shit, we zitten opeens in een discotheek. Ja. Ik krijg echt hyperventilatie van deze. Ik wilde eigenlijk even de snack corner laten zien. Hallo! Oh, hey daar beneden! We hebben ook nog slingers, dat was ik nog even vergeten. Maar kijk nou hoe gezellig dit is. Ik zet de temperatuur iets warmer. Zo, lekker. It's getting hot in here. Roos maakt net een heel gemeen grapje over mij dat ik oud ben. Wie heeft dat zelf ingevuld? Roos. Die. We hebben comfort kit. Dit is wel echt comfortabel. Oh, ben ik een jarige van. Ik moet echt stoppen met dat slechte Brabantse accent van mij. Maar alleen zeg, je kent ook Vlaams gaan of niet? Nee, of met een Italiaans accent. Wacht, dat moeten we aan werken. Oeh, ADE was over, right? Oh, dat was niet Italiaans. Wat een mooie uitzicht. Het is zo gezellig. Wow, ja. Je hebt nog 10 uur om te oefenen. Ja, dat is wel waar. Ik ga even Duolingo opstarten. Robertje Italiaans leren. Robertje. Schud ik zo in het tandje. Learning Italian for the first time. Yes. Ik ken alleen tiramisu. Nou, we hebben de coupé getransformeerd tot een slaapzaal. Slaapkamer. Hier is een lekker bedje. En hier is een lekker bedje. Okay, we hebben onze ladder weggegeven. Ja, succes. Laat maar eens even zien hoe je daarin komt. Oh, oké. Let je op, want voor je het weet zit ik er al in. Een super goeie morgen. Ik weet niet precies waar ik ben, maar ik zie een berg. Dus dat is goed. Ik heb best oké geslapen eigenlijk. Ik viel me alles mee. Tip, neem een oordopje mee. Of twee. Maar ik mag niet klagen. Nee, ik mag niet klagen.
Roos heeft een briljant spel bedacht. Oké, okay, je moet liggen. Game. Het koekje op je voorhoofd. En zonder handen het in je mond krijgen. Wacht. Oh my god, ik ben fucking goed bezig. Het gaat om de rust. Oh, er zitten kruimels in mijn oog. Waar gaat ie? Oké. Oh, ik ga! Ik schrik helemaal van jou. Ja, zo. Nou! Ben ik klaar mee? Nee. Jawel. Goedemorgen! Hi! Hoe heb je geslaapt? Heerlijk. Jij? We hebben gisteren niet gefilmd, want we waren kapot. En het was heel nodig om te eten en te wijnen en te acclimatiseren. Oh ja. Nou, en wat is nou het meest duurzame dat je kan doen aan de ontbijttafel met een buffet? Natuurlijk niet te veel opscheppen en alles opeten wat je hebt opgeschept. Roos? Maar moet ik dan al die Nutella eten? Ja. Hartstikke cool. Dat is lekker. Hallo. Zal ik anders mijn grapje nog een keer vertellen? Doe het niet, maar ga ervoor. Ik wil je beschermen, maar je wil ook jezelf zijn, dus ga maar. Oké. What if soy milk is just regular milk introducing itself in Spanish? Soy milk! Oké, dit gaat eruit. Nou, wij zitten lekker aan een soja cappuccino. Hebben ze gewoon hier in Italië. Hé, dan mag je maar tot 12 uur, toch? Dus 10 over 12. Kut. Moet aan de wijn. We doen vandaag even wat toeristische sightseeing. En dit is de eerste stop. Ja. Dit is een belangrijke brug. Kei mooie brug is het. Kei oud ook. Kijk maar. Is het feest of is het feest? Nou. Nou? Geen woorden voor. Geen woorden voor. Situation wel. Wacht, je bent niet scherp. Nee, ik bedoel dat je niet scherp bent met je grappen. We zitten op een heel gezellig pleintje. En het is heel gezellig. En het is lekker. Hier zijn we dan. Venezia. Nou, dat wisten de mensen wel al. Pleintje. Het is een pleintje en het is mooi. Ja, wat moet je erover zeggen, hè? Kijk, dit is een hele belangrijke dinges. Ik ben erg cultureel aangelegd, zoals je hoort. Jij kan ook niet veel meer zeggen dan gewoon Venetië. Dat is nou Venetië. Dat is Venetië. En dat is Venetië. Dit is echt gaaf. Dit is eigenlijk een beetje het Leidse plein van Venetië, denk ik. Wat doen we hier? Wat doen we hier? Ja, dat moet je wel gezien hebben. Ja, moet je gezien hebben. Ja. Maar het is ook wel mooi. Maar waarom is het mooi? Waarom is iets nou, mooi? Nou, het is wel echt mooi. De hoeveelheid werk dat hierin heeft gezet om dit te maken, vind ik echt respect. Nou vind ik het wel mooi. Super mooi. Ik geniet. Als ik voor mezelf spreek. Nou, ik denk als jij de verhalen zou weten achter al die poppetjes die hier staan. Ja. Dan zou je echt flabbergasted zijn. Maar dat weet je niet. Dus dan lijkt het net het Leidseplein. Maar misschien moeten we dan het opzoeken, de verhalen. Ja, laten we het opzoeken, de verhalen. Nou, ik wil dus in deze video jullie een beetje gaan laten zien over hoe je dus duurzaam op reis kan en wat voor keuzes je kan maken. Maar eigenlijk, als je realistisch bent, dan maakt het niet eens meer zo heel veel uit wat ik hier doe, omdat ik al zoveel impact heb gemaakt door voor een trein te kiezen in plaats van een vliegtuig. Het is zeg maar bij wijze van spreken dat ik een marathon aan voorsprong heb qua klimaatimpact en alles wat ik hier nog kan doen qua, ik kan natuurlijk plantaardig eten, ik heb een katoenen tasje mee zodat ik niet altijd een plastic tas hoef te kopen.
Ik heb natuurlijk een waterflesje die ik zelf kan vullen. Maar al dat soort dingetjes zijn eigenlijk maar echt gewoon een paar stapjes op de marathon. Klinkt dat logisch? Ik denk dat het logisch klinkt. Ja, ik denk dat het logisch klinkt. Ik denk dat ik duidelijk ben. Maar laat me weten als het niet zo is. En om nog eventjes met wat cijfertjes aan te komen. De klimaatwinst die ik dus boek door de trein te kiezen in plaats van het vliegtuig. Is dat ik het klimaat 7 tot 11 keer minder belast dan wanneer ik dus voor een vliegtuig kies. En het is ook nog eens zo dat juist op kleine, korte ritjes dat het helemaal scheelt. Omdat de meeste impact bij een vliegtuig zit hem in het opstarten en het opstijgen en het landen. Dus stoot je daar automatisch meer CO2 mee uit. Dus dat is ook nog eens een belangrijk dingetje. Dus gewoon alle reisjes eigenlijk die je dus gewoon zou willen maken naar Londen, naar Duitsland, Frankrijk, al dat soort dingen. Ja, je moet gewoon voor de trein kiezen. Het moet gewoon. Ik vond het ook heerlijk die heenreis. Lekker chillen. Weten dat je gewoon de aankomende uren gewoon echt even tijd hebt voor dingen. Ja, ik weet niet, misschien is dat ook gewoon mijn millennial hoofd of zo die daar lekker op gaat. Maar ik heb ook echt gewoon weer zin in de terugreis. Ja, mag je best weten. Laatste avondmaal, laatste middagmaal. En we zitten in zo'n raar Venetiaans restaurantje. Het is erg bijzonder. Dit is de menukaart. Wat? Dit ook. Maar het is wel te gek. Nee dan. Ik voel me helemaal beroemd. Ja, helemaal gelukkig weer. Papa. Sikke transitio. De derde en tevens laatste tiramisu, denk ik. Ik denk het van het feest. Ook. Alsof het een commercial is. Dit is de lekkerste tiramisu die ik ooit heb gegeten. Heb jij hem nog niet gehad? Nee, ik koop hem nog niet. Geef ons meer, geef ons meer. Is dat goed? Heel goed. It's over. We gaan weer de trein in, onszelfde coupeetje. Dat vind ik heel prettig. Ik heb er echt zin in. Zo, jij voelt je gelijk even thuis, hè? Deel alsof ik thuis ben. Lekker die schoentjes uit. We gaan weer even herorganiseren. Oh ja. En de plek inrichten. Party in de Hizza in 3, 2, 1. Yay! Wauw! Wauw! Kijk, wat een feest. Het is gewoon een in-house bioscoop. Zo lekker. Ook meteen de dag afsluiten, want dit is gewoon even het gezicht schoonmaken. Filmpje kijken. Andersom. En tukken. Zin in. Yay, same. Hoe vaak hebben wij denk je jee gezegd? We zijn ook gewoon heel blij. We zijn ook gewoon heel blij. Daar wordt jee bij. En we rijmen. Hey, maar als je nou denkt, ik wil ook op citytrip met de trein. Want dat is duurzamer, leuker. De vakantie begint gelijk al in de coupé. Nou, dan snap ik dat. En je kan hem winnen. Er staat een link in de videobeschrijving. Daar moet je even op klikken. Dan ga je naar de website van Milieu Centraal. En dan kun je meedoen met de wedstrijd. En ik wens je heel veel succes. Want ik gun dit iedereen. Dat was hem! Heb je nog vragen? Vragen over treinreizen? Stel ze gerust in de comments. Bedankt voor het kijken. Muah.